Het is belangrijk dat hoger onderwijs ondersteuning biedt bij de eerste stap naar de arbeidsmarkt. Omdat ik van mening ben dat studeren met een functiebeperking is topsport. En we zijn, vind ik, aan studenten ook verplicht dat we ze die begeleiding bieden, ook naar een mooie plek op de arbeidsmarkt. Het project levert een bijdrage aan duurzame participatie. Daarnaast denk ik ook dat het bijdraagt aan werkgeluk natuurlijk van studenten, maar ook aan werkgeluk van werknemers bij Fontys. Wij als docenten, we willen niet opleiden voor werkloosheid. Voor bedrijven levert het ook veel op. We zien dat bedrijven die inclusief personeelsbestand hebben, die werken aan inclusie, creatiever zijn, innovatiever en ook productiever. En welke werkgever wil dat nou niet? Ja, we doen parallel aan de begeleiding van de kandidaten doen we ook impactonderzoek. En dat vinden we belangrijk omdat we ook zeker willen weten dat wat we doen, dat we dat ook goed doen. Dus we begeleiden enerzijds, monitoren we de kandidaten op 3 meetmomenten. Anderzijds kijken we ook vanuit werkgeversperspectief wat zij doen, wat ze al goed doen en ook wat ze beter kunnen doen. We bouwen een brug tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven door heel veel samen te werken. Maar ook met de mensen van ASML die contact met ons gezocht hebben, de autismeambassadeurs. En die het project een vliegende start hebben gegeven. De samenwerking met heel veel collega's en bedrijven levert mij heel veel energie op en heel veel trots. Nou, mijn droom is dat alle studenten een passende werkplek krijgen. Want dat zorgt voor meer werkgeluk en kwaliteit van leven. En daarnaast dat alle studenten gebruik kunnen maken van Career Jumpstart.